Tegenover mij zit Marcel Hanen met AE. Zeker weten. Hoe vaak wordt jou per dag, per uur gevraagd of je familie van Paul Hanen bent? Het komt regelmatig voor en dan zeg ik dat Paul Hanen een nicht is. Een nicht is? En dat snappen ze niet. Maar nee, soms krijg ik post voor hem. Maar goed, ik kan het goed met hem vinden. Het gekke is... Maar jullie kennen elkaar? Ja. Eén keer per jaar gaan we kroketten eten in Scheltema. Het is een heel aangename man. En ja. Op de een of andere manier kan ik het goed met hem vinden. Het lijkt erop dat hij familie is, maar hij is het absoluut niet. Nee. Ben je een bewonderaar van hem? Ik vind dat hij doet nu met dat Dominic Gemda met zekere regelmaat filmpjes maken. Ik kan er erg om lachen. Ja, ik ook. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik vaak met hem in het forum van wat toen nog heette Stad Radio Amsterdam zat. Het latere Radio Noord-Holland. En dat was altijd dikke pret. Want tijdens dat forum is Dominic Gemda eigenlijk ontstaan. Kent u die uitdrukking? Ja. Jij kent die uitdrukking. Ja, nee, ik weet het. Nee, ik mag hem. Ik ben omgesteld. We zijn vorig jaar of 2 jaar geleden op een NRC. De Nacht van de NRC is een jaarlijks evenement. Hebben we samen opgetreden. En dat was heel vermakelijk, ja. En wat deed jij dan? Ik weet niet, probeerde elkaar te interviewen, maar het was moeilijk. Want hij is geneigd om geen antwoord te geven, maar vragen te stellen. En ik ook. Dus het werd een beetje een lijp gesprek. Maar ik geloof dat het vermakelijk was, ja. Dan zie je van die commercials van hem. Dat die twee rollen speelt. Ja. Dat gaat ook. Ik weet niet meer precies waar het voor is. Oh ja, energie. Ja. Dat zijn niet mijn favoriete onderwerpen. Denk nee, ik. Nee. Maar vind je het een leuke commercial of niet? Ik geloof het wel, ja. Goed, we gaan over een paar dingen met jou praten. Uiteraard over jouw geweldige boek De Bokser. Ik heb het besproken, dat weet je, in de meest lyrische bewoordingen die een journalist kan vinden. En ik heb in dit geval zelfs afgezien van één kritische noot. De meeste recensenten denken ik word niet vol aangezien als ik niet op zijn minst ook één aanmerking heb. Ik zou niet weten welke ik zou hebben, moeten hebben. Gelukkig. Ja. Ik heb begrepen dat het boek heel goed verkoopt, hè? Ja. Hoeveel drukken zijn er inmiddels? De zesde druk ligt nu in de winkel, ja. Zo, dat is dus een bestseller. Ja, uitgevers heel tevreden en ik ook, ja. En het fijne is dat het boek nu nog steeds verkoopt. Het is inmiddels 4 maanden oud en het is in oktober gepresenteerd. Maar het ligt nog steeds prominent in de winkel. En ja, nu krijg je een soort mond-op-mond reclame, waardoor mensen zeggen van dit boek moet je echt lezen. En daardoor blijft het gelukkig goed lopen, ja. Maar zo, wat me zo intrigeert is, wat deed je nou besluiten om een biografie over Moskowitz te schrijven? Je kende de familie als journalist, althans hoofdzakelijk natuurlijk Bram. Maar wat was nou de reden om zo diep in de familiegeschiedenis van Moskowitz te duiken? Ja, ik heb Max Moskowitz senior dus leren kennen in de jaren 80. Ik ben al sinds 1984 in dienst van NRC Handelsblad. En ik ben jurist, dus ik leerde hem beroepsmatig kennen in de rechtbank. En ik werd gevraagd door de krant om in 1986, 87 om een portret te maken van Max Moskowitz. Omdat er toen gedoe was in de familie. Heel veel gedoe, omdat de zoon Robert Moskowitz bezig was om zijn vader van de troon te stoten. En dat leidde tot allerlei clashes voor de rechtbank, waarbij men elkaar zijn cliëntenbestand probeerde afhandig te maken. Het werd een ordinair gevecht en toen vroeg de krant, wil je niet eens een portret maken van die man? En dat was in die zin ongebruikelijk, dat in die jaren was het nog zo dat een advocaat had in de krant eigenlijk helemaal geen naam. Die bestonden eigenlijk niet. Er werd in stukken wel gewag gemaakt van een advocaat, maar een naam hoorde er eigenlijk niet bij. En Max Moskowitz was een van de eerste die nadrukkelijk een bekende Nederlander werd als advocaat. Enfin, ik heb dat toen gedaan, ik heb Max benaderd en gevraagd of hij wilde meewerken aan een portret. En ik dacht, ja, die zegt onmiddellijk nee, want het had er geen enkel belang bij om op dat moment in die crisis in de krant te komen. Maar het klikte en hij zei ja. En toen, vanaf dat moment heb ik me redelijk goed leren kennen. En het fascinerende van de man was altijd dat je wist dat hij een gruwelijk oorlogsverleden had. Maar veel meer dan dat wist je ook niet, omdat hij niet in staat was en ook niet wilde om daarover te praten. Terwijl je dus wist, nogmaals, je hebt hier een man die ongeveer 3 jaar lang gevangen is geweest van de nazi's. Die komt terug, moederziel alleen, hele gezin, familie uitgemoord. En heeft dan als belangrijkste stelregel, echt slechte mensen bestaan niet. En in die hoedanigheid groeit hij uit tot de beste advocaat, althans de meest bekende advocaat van Nederland. Ja, dat was zo'n fascinerend gegeven dat ik altijd dacht van ja, als er een goed moment komt, dan probeer ik dat oorlogsverleden van die man te reconstrueren en schrijf ik de biografie van die man. En
dat duurt dan natuurlijk eindeloos, want je zegt, ja, dit is niet het goede moment. En het is natuurlijk toch een raar genre, een biografie. Als iemand nog leeft, wanneer besluit je dan van, ja, nu is het genoeg, ik ga dat nu schrijven. Er verschijnen dus, meer biografieën van mensen. Jawel, maar leven. Het is toch... Het was mij niet altijd duidelijk van wanneer, wat is nou, timing in journalistiek is een ongrijpbaar iets, maar het is wel heel erg belangrijk. Wanneer doe je dat nou? Dus ik heb een eind jaren 90 heeft Max, wat we nu weten, hij leeft gelukkig nog, maar eind jaren 90 zijn grootste, laatste grote strafzaak gedaan. Toen verdedigde hij de hakkelaar, Johan Verhoek, die recht stond voor harshandel. En daarna is het plan eigenlijk verwaterd, omdat ik met mijn gezin geëmigreerd ben naar Buenos Aires in Argentinië. En voor de krant 5 jaar lang correspondent was voor Latijns-Amerika. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, oké, maar in die periode kreeg hij een hersenbloeding. Ja. En vanaf dat moment is hij eigenlijk sinds 2004 uitgeschakeld, ziek. En werkt in ieder geval niet meer. Enfin, toen ik terugkwam later, toen heb ik bedacht, ja, nu langzaam maar zeker is een goed moment om te gaan schrijven. Maar toen ontstond het gedoe met het schrappen van Bram Moskowitz, waar ik heel nadrukkelijk voor de krant over heb moeten schrijven. En dat leidde tot een zekere animositeit met de familie. Maar dat ook niet het goede moment was om tegen zijn zonen en zijn echtgenoot te zeggen van, willen jullie meewerken aan een biografie? Ja. Dus het heeft nog even geduurd. Los van de kwaliteit van de biografie, denk ik dat je ook over ongewoon grote empathische vermogens en psychologisch inzicht moet beschikken om die familie zover te hebben gekregen aan die biografie mee te werken, want jij was niet hun grote held. Nee, dat was inderdaad een voornaam probleem. Dus met name Bram Moskowitz, die ik vrij goed kende, omdat wij zijn allebei even oud, we zijn allebei Limburg, onze carrières liepen gelijk op. En ik kon het altijd goed met hem vinden. Maar in die jaren dat hij tuchtrechtelijk belaagd werd en uiteindelijk geschrapt werd door de Orde van Advocaten, heb ik voor NRC Handelsblad heel nadrukkelijk over die zaak geschreven. En dat leidde er inderdaad toe dat hij publiekelijk op televisie en ook in een boek mij voor rotte vis uitmaakte, herhaaldelijk. En ja, dat maakt het moeilijker om de familie ervan te overtuigen. Maar ik wil wel het boek schrijven over jullie vader. Ja, dat maakt... Hoe heb je dat vertrouwen herwonnen dan? Ja, nog een goed gesprek eerlijk gezegd. Je maakt als journalist natuurlijk vaker mee dat je als boodschapper van slecht nieuws voor klootzak wordt uitgemaakt door de partij waar je over schrijft. En het enige wat je toch moet blijven proberen is toch om steeds in gesprek te blijven met de persoon waar je over schrijft. Hoe lelijk je ook over die persoon schrijft. Je moet er in ieder geval van vergewissen dat wat je schrijft klopt. En dat geldt zeker voor advocaten, want die gaan procederen als je onzin schrijft. En Bram Moskowitz wist ook altijd heel nadrukkelijk volgens mij dat ik schreef wel veel dingen die voor hem niet leuk waren. Maar ze klopten wel. Ik kon er verder ook niks aan doen. Ik schreef over de door hem zelf veroorzaakte problemen. En eerlijk gezegd, wat dat betreft was hij heel sportief. Het is tot een clash gekomen omdat hij in 2015 of zo werd hij gelanceerd als lijsttrekker van de partij VNL in Nieuwspoort in Den Haag. En ik was in de stad, ik ben daar naartoe gegaan en er zat een heel zaaltje vol journalisten om die lancering mee te maken. En ik zat op de eerste rij en hij zag mij. En tijdens die bijeenkomst heeft hij wel 5 of 6 keer gezegd dat ik het meest verschrikkelijke journalist was die er bestond. En toen heb ik hem de dag daarna opgebeld en gezegd, dit is onzinnig, dit slaat nergens op, je meent het ook niet en het klopt ook niet. En je hebt alleen jezelf ermee door voortdurend mij uit te schelden. Het kwam heel raar over. Dus hij was heel sportief en toen hebben we het eigenlijk uitgesproken. En sindsdien hebben we een goede zakelijke verstandhouding. Nou, dat strekt jullie beiden tot eer. Ben je van mening, overigens mijn mening, alhoewel ik het natuurlijk op afstand bekijk, dat Bram wel erg hard is aangepakt. Zowel in de media als ook door de tuchtrechter. Ja, het is natuurlijk een bekend fenomeen. Dus ik heb die carrière van hem heel op de voet gevolgd. En je zag hem steeds groter worden, steeds beter worden, steeds bekender worden. Ja, je klimt op de rots en je wordt door die media groot gemaakt. En dan word je er ook keihard van afgeschopt als het even niet goed gaat. Ja, je ziet dat wel vaker gebeuren. En of hij door die Orde van Advocaten of door de Raad van Discipline en het Hof van Discipline te hard is geschaft, weet ik niet. Het waren wel een flink aantal tuchtzaken. En het probleem bij Bram was dat hij, nu ziet hij dat anders, maar dat hij weinig empathie had. Hij heeft zich heel lang een soort verdedigd door zich niet te verdedigen van, ik heb niks fout gedaan en er valt me niet veel te verwijten en het is allemaal gezever en zo. En als hij wat sneller zelf schuld zou hebben bekend, zou dat ongetwijfeld tot een wat milder oordeel hebben geleid. Oh. En enfin, het is gebeurd zoals het gebeurd is. Hij is ook boos op mij, laat ik zeggen dat ik dat jammer vind. En dat ik hoop
dat hij ooit weer de toga aan kan doen. Want dat is een groot gemis, denk ik, voor de advocatuur. Maar daarom is hij boos op jou? Ja, omdat ik zeg maar ruim het woord heb gegeven aan zijn broer Max. Die als geen ander onder die affaire te lijden heeft gehad. Zonder dat hij er ook maar enige schuld aan draagt. Het is de enige nog zijn beroep uitoefende advocaat met deze achternaam. Ja, die eigenlijk nergens aan de bak komt. Hè. Dat is natuurlijk een drama. Hè. En ik vind dat men daar ook wel eens naar zou mogen luisteren. Hè. Dus wat is er nog aan collateral damage daaruit voortgekomen? Dat betekent niet dat ik, maar dat is mijn privéopvatting, vind dat Bram een tweede kans zou moeten hebben. Ik vind dat ieder mens dat moet hebben, dus ook zeker Bram. Maar goed, even terzijde. Je besloot om die biografie te gaan schrijven, maar wist je toen ook al onmiddellijk hoe omvattend dat zou zijn? Want je bent daarvoor naar Oekraïne geweest, je bent daarvoor naar Duitsland geweest, je bent naar Israël geweest. Het is me nogal een opgave, zeg. Het is ook geen makkelijk spoor om te volgen, denk ik. Nee, ja, ik ben eerlijk gezegd een beetje spelenderwijs is dat boek tot stand gekomen. Want ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet nu, als ik het doe, moet ik nu zo langzamerhand, het was dus een jaar of drie geleden, de knoop doorhakken. Want ik vond het toch wel heel prettig dat ik het zou kunnen afmaken zolang Max Moskowitz nog in leven is. Hij is inmiddels 92 jaar. Alhoewel je aan hem zelf niks meer had als informant. Hij is niet aanspreekbaar. Nee. Ik kon hem niet vragen van Max, kunnen we samen... Dus wat dat betreft was die tijdsdruk er niet. Nee, maar toch een soort sentimenteel gevoel dat ik van het zou leuk zijn als hij toch... Als het bij zijn leven uitkwam. Een monumentje wat je opricht voor iemand, dat hij dat nog meemaakt. Maar wat ik gedaan heb is, ik heb heel veel hulp gehad van mijn vriendin, Claire Weder. Zij is historica, heel goed in archiefonderzoek. En ze vond het ook een fascinerend onderwerp. Dus wat we gedaan hebben, we zijn eerst met z'n tweeën op bezoek geweest in het gebied waar de familie Moskowitz oorspronkelijk vandaan komt. Het zijn zogeheten Oostjoeden die 100 jaar geleden op drift raakten. Ja, het oostelijk deel van Polen. Het westelijk deel van Oekraïne. Galicië noemen de Joden dat. Het heet 100 jaar geleden het Koninkrijk van Galicië en Lodomerië. Ja. En daar zijn we gaan kijken. En dat is echt een ongelooflijk interessant gebied. De administratieve hoofdstad, jij kent die goed, heet Lemberg. Heet die goed, Lwów. Ik ken het inderdaad goed. Nee, Mente, de voormalige oorlogsmisdaad, zat daar ook in dat gebied. En het tragische is dat 100 jaar geleden daar woonden 500.000 Joden. Ja. En dat is echt totaal weggevaagd, dat decor, uitgemoord, over de kling gejaagd. En er zijn nog enkele begraafplaatsen met wat schamele kapotte stenen te zien. En verder is er niks meer over van dat rijke Joods leven wat daar geweest moet zijn. Dus ik kan me herinneren dat er een moment was dat ik met mijn vriendin op zo'n begraafplaats een beetje zat te zoeken naar sporen. Dat ik met een zakdoek zo'n steen probeerde schoon te vegen om te kijken welke naam erop stond. Toen dacht ik, toen merkte ik van dit is heel erg belangrijk dat je dit... Dat je dit reconstrueert. En ook heel erg interessant. Het was gewoon een ongelooflijk interessante geschiedenis. Enfin, en langzaam maar zeker werd ik ook via archiefonderzoek duidelijk dat die oorlogsgeschiedenis van Max Moskowitz, ook al heeft hij daar nooit iets over verteld, toch vrij secuur te reconstrueren valt. En toen dacht ik, dit moet je gewoon vertellen. Dit is gewoon een ongelooflijk interessant verhaal. Maar je hebt in Oekraïne, heb ik in je boek gelezen, geen mensen gevonden die de familie ooit hebben gekend? Nee, er waren wel mensen die meenden nog iets te weten van de familie Moskowitz. Maar nee, maar nogmaals, het is zo zorgvuldig uitgewist, dat decor. Daar is niets meer te vinden. Maar wat je wel kon doen is, en dat geldt dan met name voor de oorlogsperiode, die Duitsers hebben gruwelijk huisgehouden. Maar dat hebben ze ook heel vrij nog zorgvuldig gedocumenteerd. Ja. Dus je wist dat de familie Moskowitz, je kon precies vaststellen, het verhaal begint... Dat is de familie Moskowitz die 9 jaar in Maastricht heeft gewoond. In augustus 1942 op een maandagochtend, 24 augustus, te horen krijgt. Morgenmiddag worden alle Limburgse Joden naar Westerbork gebracht. Omdat ze worden ingezet voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Want zo heette het. En uiteindelijk zijn de 5 leden van de familie Moskowitz. Max had een jonge zusje, Helga. En een jonge broertje, Joop, 2 jaar oud. En zijn ouders zijn... uit mijn hoofd, op 21 september 1942 op de trein gezet van Westerbork naar Auschwitz. En daar zijn uitvoerige transportlijsten van. Daar staan 700... Dat is te traceren. Ja, daar staan 713 namen op, 105 leden van de familie Moskowitz. En van ook die 700... de roots in Duitsland waar ze gewoond hebben zijn te traceren. Ja. Maar in Oekraïne was alles uitgewist.
Nee, in Oekraïne, het enige wat je nog in Lemberg kunt vinden is het kadaster, het grondkadaster. Dus je kon vinden welke boerderij de familie Moskvits, want het waren boeren, wat op zich ongebruikelijk was voor Joodse mensen. Nee, ze hadden melkkoeien. Er waren heel veel boeren. Nee, maar veel zaten in de handel. Ja, maar ook, dat is een misvatting, er waren ook heel veel Joodse boeren. Ja, kennelijk, de familie Moskvits behoorde daar ook toe. Dus je kon vaststellen welke boerderij ze hebben gewoond. Daar ben ik ook geweest, ja. Het is, ja, dat gebouwtje staat er nog, ja. Het is wel niet, het is nu... Dat soort gebouwen worden nu gebruikt om varkens in te stallen, het was destijds een, laten we zeggen, een rustieke boerenwoning. Maar meer was er niet te vinden, nee. Hoe lang ben je er nou in totaal aan bezig geweest? Tot het moment waarop je de computer uitdeed en zei, af, klaar. Ongeveer 3 jaar, ja. Intensief, dagelijks? Nee, want ik werk volledig voor NRC Handelsblad, dus dat kon ik me niet permitteren. Nee. Dus ik heb gewoon doorgewerkt. Maar het was geen straf voor. Dus elke avond, elk weekend, elke vakantie heb ik benut om gebieden te bezoeken. Dus dat betekende dat je niet op vakantie ging naar de Franse kust. Maar dat we in Oostenrijk bijvoorbeeld concentratiekampen hebben bezocht. Max Moskvits heeft uiteindelijk in 4 concentratiekampen gezeten. Ja. Dat soort dingen deed je dan. Of je ging in Wenen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het Mauthausen archief ligt, dagenlang zitten lezen. Het was een ongebruikelijke bestemming om je vrije tijd door te brengen. Maar het is een revelatie en een eye-opener geweest voor iedereen die Max kent, waaronder ik zelf. En dacht hem goed te kennen, bleek niet het geval. Ik heb begrepen, ik ben op de presentatie geweest in de synagoge in Maastricht, dat zelfs voor de naaste familie, dus de zonen, er dingen in stonden die ze absoluut niet wisten. Nee, er was gewoon niks bekend. Dus in die zin was alles onthullend. En ja, het eigenaardige stukje, je weet dat 6 miljoen Joden het leven hebben gelaten door die Holocaust. En je weet hoe afschuwelijk dat is. Maar tegelijkertijd is het zo abstract dat je het nooit echt goed tot je doordringt. Maar als je de geschiedenis kunt beschrijven aan de hand van de lotgevallen van iemand die je min of meer kent. En je leest dan ook nog eens hoe gruwelijk het was. Want het was erg, maar het was nog veel erger dan je voor mogelijk hield. Ja. En het werd steeds erger. Ja. Dus Auschwitz, waar hij 2 jaar heeft gezeten, dat bleek uiteindelijk nog relatief comfortabel, relatief comfortabel bij wat hij daarna zou gaan meemaken. En dat is in het boek soms tot op de dag nauwkeurig beschreven. Ik hoor wel eens historici en ook kampoverlevenden zeggen, Auschwitz, en nou gaat men mij doodschieten, denk ik, met die, maar het is een opvatting van anderen. Auschwitz viel in zoverre mee, dat was een doodsfabriek. Alles was daar gericht op het produceren van lijken. De kleinere concentratiekampen waren veel erger. Want daar werd je getreiterd. Daar was het niet primair bedoeld om mensen te doden. Dat gebeurde uiteraard ook. Maar ze moesten ook nog werken, dus ze konden ook niet allemaal dood. Het was bijna een verademing als je de gaskamer inging. In die kleinere concentratiekampen. Vanwege de pesterijen, de treiterijen. Dat vond, gezien de massaliteit, al dus een aantal historici, in Auschwitz veel minder plaats. Dus in dat opzicht kan ik me heel goed voorstellen dat Max dit zo heeft ervaren. En het eigenaardige is toch, een van de eerste dingen die we ontdekt hebben, dat de meeste gevangenen die in Auschwitz werden aangevoerd, dus voor de familie Moskvits betekende dat die 5 leden van de familie, moeder, broertje en zusje, werden onmiddellijk geselecteerd om te worden vernietigd. Dus die verdwenen nog dezelfde avond na aankomst in de gaskamers en werden verbrand. Ja. Maar Max zat daar de hele tijd met zijn vader. Ja. Het was een opmerkelijke, dat kwam niet zoveel voor, dat daar een vader met zijn aanvankelijk 15-jarige zoon zat. En het gekke is dat ik heb een dagboek of een soort schoolboekje gevonden in Auschwitz, dat Max heel snel werd toegelaten tot wat heette de Maurerschule. Dus hij werd ingeschreven in de metselaarschool. Ja. En dat had een voordeel, omdat dat was een school waar de Duitsers jonge gevangenen scholden in het metselen. En dat hadden ze nodig om... Die kregen iets meer voedsel. Die kregen iets meer voedsel. Op de boxers kregen iets. Ja, dat was iets later. Ja. Maar hij zat dus in 1 barak waar ze op de begane grond sliepen. En op de zolderetage werden ze onderwezen in dat metselen. Ja. En dat betekende dat hij niet, zoals alle andere gevangenen, gruwelijk 's ochtends vanaf 7 uur naar buiten moest om moerassen te dreggen of verschrikkelijke fabrieken aan te leggen of ander zwaar werk. En nogmaals, de meeste gevangenen in Auschwitz waren binnen 2 weken overleden. Maar Moskvits, Max, zat dus 6 maanden lang op school.
wist dat overleven, had inmiddels sociale contacten, was een beetje gewend geraakt aan dat krankzinnige leven. En dat heeft hem geholpen om die oorlog door te komen. Ja. En hij was een hele sterke persoonlijkheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, het allerbelangrijkste denk ik is dat je geluk hebt. Maar het tweede is inderdaad dat hij over goede, hele goede sociale vaardigheden beschikt. Ja. En die hem ook in die rechtszaal later heel erg hebben geholpen. Dus hij kon, zoals velen die hem goed gekend hebben, zeggen, hij kon gezichten lezen. Dus hij wist wie hij kon vertrouwen. Hij wist wanneer hij vooraan moest staan en wanneer hij zich snor moest drukken. Een van de dingen, en daarom heet het boek ook De Bokser, is dat ik ontdekt heb dat hij betrokken raakte in een milieu van gevangenen die op zondag boksten voor de Duitsers. De Duitsers hadden besloten dat je op zondag niet hoefde te werken. En dan werden er voetbalwedstrijden georganiseerd. En bokswedstrijden. En er was kennelijk was boksen voor de oorlog een traditioneel door veel Joden beoefende sport. Joodse sport. Ja. En een van de interessantste gevangenen in Auschwitz was een Nederlandse bokser. Nederlands kampioen middengewicht. Ja. Die heette Leen Sanders. Is in 1943 naar Auschwitz afgevoerd. Uit Rotterdam, zijn vrouw. Meen ik. Hè? Ja, uit Rotterdam. Ja. Ja. Mijn stad, gelukkig. Daar hebben we het show over. Ja. Ja. Nee, maar dat was een schitterende kerel. Ook een man die volgens mij ook een biografie verdient. En die werd herkend in Auschwitz door SS'er die hem in Berlijn voor de oorlog had zien boksen. Ja. En die zei, maar jij bent toch die bokser? Ja, dus toen werd die Sanders ingeschakeld bij die bokswedstrijd. Dat waren geen gladiatorengevechten. Het was niet zo dat ze elkaar dood moesten slaan, letterlijk. Dus het was een soort Duitsers gokte op die wedstrijd. Ja. En Max Moskvits zat in dat groepje van Nederlanders. Ja. En Max Moskvits kon boksen. Hij had voor de oorlog op boksschool gezeten in Wiek. En, het voordeel bij een Yorkse boksinstructeur. Ja, ja, die ja. gelijk met hem gedeporteerd is. Ja, Leonard Salomon. Ja. Ja, die overleden is of omgebracht, vermoord in Sobibor. Ja. Maar, wat wou ik zeggen? Dat boksen was een manier om te overleven. Ja, oh ja, nee, het voordeel voor die jongens was, die dat boksen deden, dat ze een liter soep per dag extra kregen. Ja. Dat klinkt heel exotisch, van is het champignonsoep of tomaatsoep. Dat was een smerig brouwsel dat getrokken werd van de aardappelschillen die overbleven van de aardappels die voor de Duitse soldaten werden gemaakt. En daar trokken ze dan een soort soep van. En als je geluk had, zaten er veel schillen in, waardoor het iets voedzamer werd. Ja, het is smerig, maar het was toch nog iets beter dan helemaal niks krijgen. Ja. En ook dat heeft geholpen voor Max om die oorlog door te komen. Je hebt in Israël ook met zo'n bokser gesproken. Inmiddels overleden. Ja. Een paar maanden geleden, geloof ik. Daar is een speelfilm over gemaakt. Hè? Ja, Noah Klieger. Ja. Een beroemde, zeg maar, de Mart Smeets van Israël. Ja. Die ook bij dat boksen werd ingeschakeld. En afkomstig uit België. Ja, hij sprak ook een beetje Nederlands nog. Ja. Ik heb dus een aantal van die mensen die op dezelfde plek hebben gezeten als Max Moskvits gesproken. Dus dat geldt onder andere in Israël heb ik een aantal mensen. In Tel Aviv heb ik mensen gesproken. Ja, dat waren aandoenlijke gesprekken met mannen die vaak ook nog ouder waren dan Max Moskvits. Dat betekent dus nu 94, 95 jaar zijn. Breekbare mannen, maar wel op een bepaalde manier ijzersterk en ook een opvallend goed geheugen beschikten. Ik heb soms zitten skypen met overlevenden van Auschwitz die in Australië woonden of in Californië woonden. Onder andere een Amsterdamse Jood, die heet Max Garcia, die na de oorlog, omdat hier zijn hele familie was uitverboord, architect is geworden in Los Angeles en dan zit je dan mee te skypen. Ja. En dan neem je Auschwitz door. Ja, het waren fascinerende gesprekken. Maar, je hebt bij het maken van zo'n biografie natuurlijk als geen ander ervaren wat de informatietechnologie ons heeft gebracht. Heel veel dingen zijn gewoon online te achterhalen waar je vroeger voor naar archieven toe moest en soms maanden mee bezig zou zijn geweest. Ja, heb je enig idee, als er geen computers en informatica technologie zou hebben bestaan, hoe lang je met dit werk bezig geweest zou zijn? Als je het al ooit zou hebben gedaan. Nee, het heeft zeker vergemakkelijk, maar uiteindelijk was het toch het soort klassieke handwerk wat je moest beoefenen om echt goede informatie te krijgen. Want het is bijvoorbeeld niet zo dat je digitaal kunt zoeken. Het was niet zo dat je naar het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie ging en zei ik tik Moskvits in en daar komen alle stukken uit die op zijn zaak betrekking hebben. Sterker nog, het was mijn vriendin die de tegenwoordigheid van geest had om bij dat NIOD iets heel interessants te vinden. Want Moskvits, nogmaals, heeft nooit kunnen en willen verklaren over de oorlog. Ja. En wat bleek, in 1954 heeft hij dat boekje, een dagboekje wat hij aan het eind van de oorlog is gaan bijhouden, gedeponeerd, althans de tekst daarvan, uitgetypt, gedeponeerd bij het NIOD. Maar niet op zijn naam Moskvits, maar op de naam van zijn moeder, Ra. Ja. En
Ja, mijn vriendin had het laatste idee van, ja, we konden niks vinden, laten we eens proberen op de naam Raap te zoeken. En verrek, inderdaad, dat levert een hit op. Dat was ook de naam waar hij zijn columns in de Telegraaf, ja, die hij later gebruikte, onderschreef. Ja. Meester Raap vertelt. Ja, en het was een naam die hij vaker ook heeft gebruikt als hij voor ziekenopname niet wilde dat bekend werd dat Moskowitz geveld was door ziekte. Die naam gebruikte hij, En dus het was, in die zin was het, ook niet geheel. Dus één ding wat me verbaasde, Marcel, en dat is jouw verbazing in dat boek over dat naoorlogse antisemitisme in Limburg. Het verbaast mij dat jij als Limburger daar verbaasd over was. Ja, wel over de omvang daarvan en de gemeenheid. Dus er zijn, ik heb de afgelopen 3 jaar dus heel veel in Maastricht verkeerd. En dan kwam ik dus met wildvreemden in gesprek en dan werd er gezegd, wat doe jij hier? En dan vertelde ik, ben bezig om de biografie te schrijven van jullie beroemde inwoner Max Moskowitz. En dat maakte regelmatig mee dat mensen tegen mij zeiden, je gaat toch niet opschrijven dat hij echt in Auschwitz heeft gezeten. Toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Hoe kun je dat nou beweren? En het staat vast. In dit boek staan documenten waaruit blijkt wanneer hij er is gekomen, waar hij heeft gezeten. Er is geen twijfel over mogelijk. En toch was een hardnekkig gerucht dat Max Moskowitz tijdens de oorlog had ondergedoken gezeten op een boerderij in de buurt van Maastricht. En misschien wel een stukje in kamp had gezeten, maar niet die hele tijd die hij beweerde dat hij had gezeten. En ik dacht altijd van, ja, dat is gewoon domme roddel. Kijk, door zo'n casus in twijfel te trekken of te ontkennen, ontken je in feite de Holocaust. Het is gewoon een, laat ik zeggen, een zijsprong die je maakt om de Holocaust te willen ontkennen. En dat past natuurlijk in dat toch latent antisemitisch sfeertje dat in die provincie hing. Ik heb de indruk dat het minder is, ik kom er ook vaak. Maar het was toch na de oorlog, zeg maar in de harde KVP-tijd, toen alles ook KVP in Limburg was. En voor het Tweede Vaticaanse Concilie was antisemitisme iets dat bij Limburg hoorde als de heuvels. Nee. En het verbaast me dat jij dat nooit hebt geconstateerd. Het gekke is, ik heb tot mijn 18e in Zuid-Limburg gewoond, ben er geboren. In Heerlen. In Heerlen, excuses, nee. Maar ik heb er toen nooit van gemerkt. Kwalijk, ik heb er nooit van. En sterker nog, toen ik Max Moskowitz leerde kennen, was voor mij ook niet eens de associatie van, ja, dit is een Joodse advocaat. Wat je wel wist, was dat Max Moskowitz een heel bekende advocaat was. En voor mij was het een Limburg, dat was de associatie. Een Limburger die tot nationale bekendheid had, dat was heel erg knap. Dat die Jood was, deed helemaal niet, dat speelde niet. En toen ik dus bij die research merkte hoe erg hij, ook na de oorlog nog, erop is aangesproken dat hij Jood was, dat was echt verschrikkelijk. Dus ook door advocaten en door zogenaamd fatsoenlijke mensen, het was niet alleen maar borrelpraat, is hij toch voortdurend als de Jood bestempeld en tegengewerkt. Ja. Ja, nadrukkelijk maar tegengewerkt. Dat is wat hij ondervond en wat jij heel nauwgezet beschrijft. Maar heb jij nou zelf als Zuid-Limburg op school met vriendjes nooit iets ondervonden dat daar een onderhuids antisemitische sfeer? Nee, nooit iets van gelijk. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen, het aantal Joodse Limburgers is zeer beperkt. Er is geen bloeiend Joods leven. Ik heb het nooit geregistreerd. Dus het bestond nee, helemaal niet. Nee, maar luister, de beschuldiging dat de Joden Jezus vermoord hebben, dat was binnen het katholicisme even vaststaand als in de aardrijkskunde dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland was. Dat was gewoon een feit dat de kinderen werd ingegeven. Maar dat is niet een thema dat je als middelbare scholier bezighoudt, waar je over hebt of zo. Dat speelde helemaal niet. Het was niet aan de orde. Nee. Wat wij wel deden, voor zover er een soort racisme was. Je hebt ook een katholieke school gezet. Uiteraard, ja. Ik heb een brave Franciscanen middelbare school, Bernardines College. Nee, wat je wel had, je maakte ruzie met de protestanten. Ja, ik kan me wel herinneren dat je met katholieke jongens kluiten stond te gooien naar de protestantse jongeren of zo. Die waren er wel. Maar verder, Joden hebben vaak in die strijd tussen katholieken en protestanten een, laat ik zeggen, min of meer pseudo-comfortabele positie ingenomen, omdat beide soms elkaar nog meer haten dan met Joden haten. Dat was ook zo. Het was ook bekend vroeger dat bijvoorbeeld in een katholiek concern als CNA, heel katholiek concern, daar werden geen protestanten aangenomen. Joden wel. Dat was second worst. Dat neemt niet weg dat het antisemitisme, nogmaals, toch bij die katholieke kerk, zeker tot het Tweede Vaticaans Concilie,
hoorde als vroom, wijder is, man. Ja. En dan verbaasde me dus dat, je dat nooit is opgevallen. Spijt me, maar het is zo. Oké, het is nu minder, hè? Of het is misschien helemaal niet meer zo als een man als Onno Hoes, zowel Jood als homo en VVD'er, wat alle drie voorheen niet zou hebben gedeugd, laat staan de combinatie. Als die burgemeester van Maastricht heeft kunnen worden, dan denk ik, mag je zeggen, het is voorbij. Gelukkig. Andere tijden, ja. Het zijn andere tijden. En ik heb ook, uit de verkiezingsuitslagen blijkt ook dat het CDA, wat je dan de voortzetting van de KVP in die regio zou kunnen noemen, nog heel eigenlijk slecht scoort. In mijn stad Heerlen is geloof ik de SP al jaren de grootste partij. Ja. Ik weet niet of dat veel beter is, maar goed. Je raakt een gevoelig punt aan. Ik weet niet, ik weet inderdaad niet of dat, beter is. We maken even een switch naar de journalistiek. Want je schrijft niet alleen een prachtige biografie. Je bent ook al sinds midden jaren 80 werkzaam als journalist bij NRC Handelsblad. En je bent 5 jaar... correspondent in Zuid-Amerika geweest. Is dat nou een post waar een correspondent naar uitziet? Gebeurt daar zoveel dat de krant haalt? Ja, nee, op dit moment misschien wel met Maduro. Maar ik zie zelden verhalen over Zuid-Amerika in de landelijke media. Nee. Moet je nog jenever? Graag. Nee, oh, ik heb nog. Nee, journalistiek gezien is het een onbelangrijke post natuurlijk. Niemand in Nederland is geïnteresseerd in wat zich in Latijns-Amerika afspeelt. Maar als journalist... Ja, het moest Sorgeta betreffen. Maar ja, dat speelde wel een beetje rond. Maar over het algemeen is het voor het harde nieuws een nauwelijks interessant gebied. Maar journalistiek gezien, in zin als ambacht, kon je daar schitterende verhalen schrijven. De eerlijkheid gebied te zeggen dat een van de belangrijkste redenen voor mij om naar Argentinië te verhuizen naar Buenos Aires is dat ik het enige onderwerp waar ik echt verstand van heb is pinguïns. Dat heb ik gelezen, ja. Daar heb je zelfs de New York Times mee gehaald. Ja, 3 jaar geleden ben ik gedebuteerd in de New York Times met een verhaal over mijn favoriete pinguïn. Dat is de yellow-eyed pinguïn, de geeloogpinguïn, een bijna uitgestorven prachtige pinguïn die op het zuidelijkste puntje van Nieuw-Zeeland woont. En daar heb ik een stuk over geschreven in de New York Times verschenen. Je hebt er geen interview mee gehad. Nee, maar ik heb ze wel heel goed leren kennen, omdat ze goed konden bezoeken. Ja. Het is een autistische bospinguïn die nauwelijks te vinden is. Maar met een autistische bospinguïn? Ja, nee, maar veel van die beelden van de andere pinguïns zijn niet autistisch. Nee, maar veel pinguïns leven natuurlijk in enorme kolonies, die beelden ken je wel. Maar deze pinguïn, de yellow-eyed, leeft altijd solitair. Dus met zijn partner wel, zoeken ze plekjes op waar geen andere pinguïn ze kan zien. De ego-tripper onder de pinguïns. Ja, het is echt een ongelooflijk geïntegreerd beest. Maar helaas... Maar hoe ben jij zo geïnteresseerd in de pinguïn geraakt? Nee, maar het is een kwestie van, als kind dat je geboeid raakt door... wat mij volgens mij het mooiste dier ter wereld is. Dus ik heb altijd grote liefde voor maar waarom is dat het mooiste dier ter wereld? Het is een sympathiek, het is schoon. Het is een, en als je er meer over gaat lezen, is het ook een heel aangenaam dier. Het is een monogaam levend dier over het algemeen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat voor een journalist nou de reden is waarom hij correspondent in Zuid-Amerika wil worden. Ja, en toch is dat zo. Niet alleen. Nee, maar waarom ben je correspondent in Zuid-Amerika geworden? Vanwege de pinguïn. Neem de Zuidpool hoorde ook bij mijn winkel. Dus ik heb bijvoorbeeld de mooiste middag van mijn leven beleefd toen ik met mijn 2 dochters, ik heb 2 hele leuke dochters, een middag op het strand in Antarctica heb gezeten, het omringd door pinguïns. Nou, als je dat meemaakt, dan begrijp je heel goed. Ja, maar dan ga je naartoe als toerist, dan ga je toch niet naartoe als journalist? Nee, ik ben in 1988 als journalist daar naartoe gegaan op uitnodiging van Greenpeace, die toen 10 buitenlandse journalisten hadden uitgenodigd op een inspectiereis naar Zuid-Amerika, naar Antarctica. Dat heeft ook geholpen, hoor. Dus toen ben ik voor het eerst daar gekomen. En ook voor het eerst in Buenos Aires geweest, waar je moest overstappen op de vlucht naar de Zuidpool. Maar was jij fulltime in dienst van de NRC? Ja, Je was dus al daarvoor in dienst van de NRC. Ja. Stel ik me dat nou voor, dan ga je naar je hoofdredactie en dan zeg je, ik wil correspondent in Zuid-Amerika worden. Ik denk dat je dan wel wat uit te leggen hebt. Nee, was ook zo. Ze dachten dat ik ermee op wilde houden. Nee, het was niet... Het getuigt niet van heel bijzondere ambitie. Maar het is toch een misvatting. Ik heb in Latijns-Amerika ontzettend interessante verhalen kunnen schrijven. Of het nou ging over de Bolivariaanse revolutie die het continent destijds in zijn greep had. Of over economische onderwerpen. Of
Of een portretmaker van Leo Beenhakker, die weer een of andere obscure Mexicaanse club aan het trainen was. Ja. Je kon er ontzettend veel doen. En het prettige was als journalist, als jij correspondent bent. Mexico coverde je ook. Ja, van Mexico tot Chili en van Cuba tot ook het Caribisch gebied tot Tierra del Fuego. Je had geografische diepte. Ja, en je moest Spaans leren, je moest Portugees leren. Je had te maken met een gebied waar wat prachtig is. Iedereen die daar geweest is zal dat kunnen beamen. Waar hele interessante mensen wonen die je ook nog een beetje begrijpt. Met prachtige muziek, prachtige cultuur. Dat was allemaal mijn winkel. Dat wou ik zeggen. Nee, als jij correspondent wordt in bijvoorbeeld een echt belangrijke geopolitieke stad. Je wordt in Londen of in mijn compaan Tom-Jan Meeuws was correspondent in met wie ik veel heb samengewerkt. In Noord-Amerika. Washington. Ja. En ik zat in dat gekke exotische gebied. Maar het voordeel is dat niemand weet wat je doet. Dus als jij in Washington zit, word je 3 keer per dag gebeld van er is weer dit, er is weer dat. Ja, maar dat is toch heerlijk, daar ben je toch journalist voor. Ja, maar ik vond het ook wel fijn. Jij kon niet gebeld worden, want je zat bij de Penguins. Precies, dat was veel erg leuk. De enige keren dat je echt gestoord werd, was bijvoorbeeld als er dan was er weer een modderlawine geweest in Haiti, waar dan duizenden mensen, dan moest je daar naartoe. En als Pinochet doodging. Dat noem jij gestoord werd? Nou ja, al die beetje correspondent zit toch op zo'n ramp te wachten? Nee, ik vond het altijd prettig om zelf mijn agenda te bepalen, dat vind ik nog steeds. Ja. Onderwerpen te kiezen waar niemand zich mee bezighoudt. Ja, dat is het leukste. Ja, akkoord. Maar naast de nieuwsgerelateerde onderwerpen natuurlijk, want jij doet ook... Zeker in je huidige functie heel veel nieuws. Nee, ik ben onderzoeksjournalist. Dus maar ik wil wel mijn eigen nieuws maken. Ik vind niks vervelender dan dat je met 100 journalisten hetzelfde akkefietje zit te beschrijven. Dat vind ik afschuwelijk. Nee, daarom verbaasde me dat ik zag dat je een persconferentie in Barcelona had bijgewoond. Waar je kwaad was weggelopen omdat de spreker Catalaans sprak en weigerde Spaans te spreken. Ja, nee, dat vergt enige uitleg. Ik ben 2 jaar geleden... Toen een terroristische aanslag was in Barcelona, waarbij op de Ramblas ongeveer 15 voornamelijk buitenlanders werden doodgeschoten, door de krant naar Barcelona gestuurd om te assisteren bij het beschrijven van die verschrikkelijke tragedie. En er was een persconferentie op een gegeven moment van de chef politie, Trapero heette die, en de minister van Binnenlandse Zaken van Barcelona. En die persconferentie begonnen ze in een half uur lang in het Catalaans te vertellen wat de stand van het onderzoek was en wat ze wisten. En toen heb ik heel vriendelijk, volgens mij na een kwartier of 20 minuten pas, gevraagd van, is het niet handiger, omdat hier de volledige internationale pers zat, er was een klein aantal lokale journalisten, maar de grote meerderheid waren buitenlandse journalisten die wel Spaans spraken, maar niet Catalaans, om het dan toch in het Spaans te doen, zodat ook wij wisten wat er zich afspeelde. En dat werd toen geweigerd. Ze zei, wij gaan later pas in het Spaans vertellen wat we nu in het Catalaan. En toen dacht ik, dan hoef ik ook niet te zijn. Dus dan ben ik weggelopen. En daar heb je de krant mee gehaald. Nou ja, het werd een enorme rel, omdat op een gegeven moment... Het was kennelijk heel ongebruikelijk om dat te verlangen. Dus toen ontstond een soort klopjacht op wie die onverlaten was, die het in zijn hoofd had gehaald om de autoriteit in Barcelona te vragen Spaans te spreken. Ja. En daar werden afhankelijk de verkeerde mensen beschuldigd. Dus uiteindelijk hebben me gemeld en gezegd, nee, ik was dat. En dat, ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Ja. Ter verontschuldiging, niet aan jou, maar aan die mensen die persconferentie gaven. Ik herinner me bij de Bijlmer-ramp. Waren er ook meer buitenlandse journalisten dan Nederlandse journalisten die de persconferenties bijwoonden. Daar werd ook Nederlands, in eerste instantie Nederlands gesproken en in tweede instantie een samenvatting in het Engels gegeven. Dus het is niet ongebruikelijk dat men in de landstaal in eerste instantie de media informeert. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het in Nederland ook nog een zekere gêne is om in het Engels te moeten vertellen. Zeker als het om een technisch onderzoek gaat. Maar hier ging... Ik was in Spanje. Ik zat daar omdat ik Spaans sprak. Maar ze gingen geen Spaans spreken. Dat was een beetje onhandig. Nee. Ja. Verschillen die talen overigens zoveel van elkaar dat als je goed Spaans spreekt dat je geen Catalaans kan volgen? Nee, dat werd ook gezegd van je moet dat toch een beetje kunnen volgen. Nou, dat was natuurlijk zo. Een beetje. Snap je dat Catalaans wel? Het is alsof een Nederlander naar Fries staat te luisteren. Ja. Maar het ging natuurlijk om de details. Je wilt precies weten dat het klopt. Je wilt niet een beetje weten of hoe het zit. Ik kan niet in de krant schrijven. Ik denk dat het zo zit. Je wilt het zeker weten. Dus dan is het beter om een taal te spreken die iedereen begrijpt. Jij zit dus al een half mensenleven, arbeidzaam mensenleven bij dezelfde krant. Je hebt nooit het gevoel dat het is tijd voor iets anders wordt. Nee, ik ben heel erg conservatief en ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben een beetje per ongeluk bij NRC Handelsblad terechtgekomen. Ik heb recht gestudeerd in Rotterdam. En communicatiewetenschap. Ja, in Utrecht. Ja. Maar NRC Handelsblad zat toen nog in Rotterdam, de centrale redactie. En ik heb me daar op een gegeven moment naar binnen gekletst. En werd er toen heel snel in vaste dienst aangenomen. En ik heb het daar ontzettend naar mijn zin. Het is een hele leuke krant waarbij
Ja, daar werken 200, nu in ieder geval 200 collega's die allemaal ergens verstand van hebben. Of het nou gaat over voetbal tot koken, tot het Midden-Oosten. Ja. Het is aangenaam gezelschap en ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik vind het ook een heel prettig ambacht om dat te kunnen uitoefenen. Er verschijnt iedere dag een krant, nu zelfs twee kranten, Next en als je anders. Want je hebt dus steeds een podium om ja, jouw boodschap te verspreiden. Dus ik vind het heel erg aangenaam. En ik heb nooit gedacht van, natuurlijk er zijn meer goede kranten in Nederland. Volkskrant is ook heel goed en Trouw is ook heel goed. Maar ik heb nooit gedacht van ja, als ik daar ga werken word ik veel gelukkiger. Dus ik vind het prima bij NRC. Ik mag doen wat ik wil en waarom zou ik er weggaan? Ja. Verbaast me alleen dat je in Rotterdam bent blijven wonen, waar aanvankelijk de redactie was gevestigd. En niet bent mee verhuisd naar Amsterdam. Dat is toch voor een journalist, laat ik zeggen, the place to be. Ja, daar verschillen we van mening over. Ik ben echt een Rotterdammer en ik hou heel erg veel van die stad. Ik woon ook mooi aan de Maas en het is misschien nog wel goed om uit te leggen. Ik ben in Rotterdam gaan wonen als 18-jarige omdat ik Feyenoord-fan was. Als Limburger was dat een vrij zeldzaam. Dus ik wilde heel dat graag wonen. Dat is je vergeven. Ja, in de stad waar de ploeg gewoon die onlangs Ajax versloeg. Ik zou zeggen, dat is een jeugdige overmoed. Iedereen kan zich vergissen. Ja. Maar ik heb uitzicht in mijn woning op de Kuip en dat is de mooiste plek die je kunt wensen. Dus nee, ik ben daar heel gelukkig. Ja. Dus, Amsterdam zou ik niet graag wonen. Nee. Wat heb je tegen Amsterdam? Ik verbaas me erover. Je vertelde me dat net voor de uitzending. Ik heb altijd het idee, trouwens ook de Moskovieten zeggen dat altijd als Maastrichtenaren, dat ze zijn gek op Amsterdam. Dat komt het dichtst bij Maastricht. Ja, er zijn meer mensen die dat zeggen. Ja, ik heb dat gevoel niet. Nee, ik vind Amsterdam, we zitten met onze redactie op het Rokin, vlak bij de Dam. En nou ja, af en toe ga ik daar wel eens naar buiten. Ik kom niet zoveel heel op de redactie, het is te ver weg van Rotterdam. Maar als ik naar buiten ga, dan waan ik me toch een soort gekkenhuis. Ik heb dan niet het gevoel dat ik daar heel graag gezellig... Maar leg dat eens uit. Waarom een gekkenhuis? Ja, er lopen de hele tijd mensen langs. Toeristen achter een vrouw met een vlaggetje die dan door de stad lopen. Of er is een groep Engelsen die weg is, naar de Wallen. Of om half tien zitten ze blowend op de stoep voor de redactie. Maar... Dus het is niet het decor waarin ik graag verkeer. En het wordt alleen maar erger. Het wordt drukker en drukker. Ik las vanochtend dat Hotel Amerika nu ook een soort attractiepark wordt voor... Hard Rock. Hard Rock Café. Ik moeten we voorkomen. Dat is een instituut, zeker dat mij zeer dierbaar is. Ik heb mijn vrouw daar ooit ontmoet aan de leestafel. En ik ben niet het enige voorbeeld van bezoekers van Amerikanen in de jaren 60 die daar zijn partner heeft opgedaan. Dat is een instituut, daar moet men vanaf blijven. Als je daaraan gaat rommelen, dan rommel je aan het hart van Amsterdam. Je hebt dat gezien in de Van Baarlestraat met Keizer, waar men veranderingen is gaan toepassen. Het is nooit meer het oude Keizer geworden of gebleven. Dus als er een actiegroep komt, Amerikaan moet Amerikaan blijven, dan meld ik mij onmiddellijk als lid. En al die dingen die je zegt van die toeristen, ja, dat is een fenomeen waar alle grote interessante steden in de wereld mee te maken hebben. En Venetië is daar zo'n voorbeeld van. Ja, er moet paal en perk aangesteld worden, dat is duidelijk. Ik snap wel de aantrekkelijkheid, ook voor toeristen, maar het wordt gewoon te veel. Het is te veel van het goede. De stad verzuipt eronder. En, ik vraag me af of Amsterdam is daar heel erg gelukkig. En het is natuurlijk ook zo, ja, het is niks nieuws. Maar in die buurt waar die krant zit, als je rond gaat lopen, je struikelt over de Nutella-winkels en andere onzinnige horeca-attributen. De leefbaarheid van de stad wordt er niet beter op. Nee, akkoord. Die invasie van toeristen die in feite die binnenstad, want daar spreek je alleen over de binnenstad. Er zijn natuurlijk hele wijken in Amsterdam waar je geen toerist ziet. Ja. Buitenveldert komt geen toerist. En die Rotterdamse wijken ook niet. Nou, terecht niet, zou ik zeggen. Dat is niet zonder reden. Alhoewel ik begrijp dat het wel meer aan het worden is. En dat er ook nu migratie vanuit Amsterdam naar Rotterdam is. Omdat in Amsterdam geen betaalbaar huis meer te vinden is. Mijn oudste dochter die woont in Rotterdam-Zuid. En dat zijn buurten die inderdaad nu steeds meer bevolkt worden door Amsterdamse studenten die in Rotterdam gaan wonen. Omdat in Amsterdam gewoon niet meer te betalen is. Nee, nou goed, dat is inderdaad ook een manco. Maar dan zeg ik, dat heeft dan wel een reden waarom dat zo is. Waarom is het hier zo duur? Omdat men hier graag woont.
En waarom woont men hier graag? Ja, dan moet je dan aan de mensen vragen die bereid zijn er zoveel geld voor te betalen. Mijn eigen dochter woont in Amsterdam. In een eigenlijk klein huurhuis. Ze heeft het dan weliswaar gekocht nu. Maar ze zou voor hetzelfde geld buiten Amsterdam een veel groter, mooier huis kunnen hebben. Waarom kies je dan voor Amsterdam? Ja, het heeft wat. Het heeft wat. En, ik weet dat met name mensen uit Maastricht er gek op zijn. Je zult me hier niet overtuigen. Max Moskowitz kwam hier heel, heel graag. Ik heb me er altijd over verbaasd waarom hij in Maastricht is blijven wonen. En ik heb de indruk dat Bram in Amsterdam het ook onmiddellijk goed naar zijn zin had. Bram is ook uit Amsterdam vertrokken. Ja, maar ik denk om andere redenen. Maar goed, laten we dat nou even terzijde laten. Maar hij heeft toch een aantal jaren heel goed in Amsterdam gefunctioneerd. Hè? Het is niet zo dat hij... Uit heimwee of uit ergernis over Amsterdam. Nee. Elders. Als ik de middelen had om een pand aan de Keizersgracht in de Gouden Bocht te kopen, dan zou ik ook hier niet vervelend vinden om hier te wonen. Maar voor een eenvoudige journalist is Rotterdam prettig toeven. Echt waar. Ja, en heb je ook contact met Rotterdamse journalisten? Ja, een van mijn beste vrienden woont om de hoek. Rotterdamse journalist Paul Helman, schitterende journalist. Bram Peper, de oud-burgemeester van om de hoek. Ik woon in een heel prettig stukje Rotterdam, waar we niet gehinderd worden door journalisten die met rolkoffers voortdurend de doorgang belemmeren. Dus, maar goed, jij bent onderzoeksjournalist en misdaad. Georganiseerde misdaad is een van jouw aandachtspunten. Dat concentreert zich toch, dacht ik, met name in Amsterdam. Niet dat ik daar trots op ben, maar puur journalistiek gesproken. Ja, dat is voor een belangrijk deel zeker zo. Maar een heel groot deel van de georganiseerde misdaad zit tegenwoordig in Brabant en Limburg. Dus wat dat betreft kun je alle kanten op. En ook Rotterdam is wat dat betreft niet geheel vrij van interessante gangsters. Ik moet zeggen, de laatste jaren heb ik vooral geschreven over de misdaad in het opsporingsapparaat zelf. Ik heb erg veel geschreven over de corruptie bij de politie. En de laatste jaren heb ik bijna voortdurend bezig geweest met het schrijven van integriteitsschendingen binnen het Openbaar Ministerie. Dat speelde zich bijvoorbeeld af in het Openbaar Ministerie van Rotterdam. Dus wat dat betreft zat ik op de plaats delict en miste ik niks. Nee. Ja, wat fascineert je zo in misdaad? Het verbaast me, er zijn een aantal journalisten, hele goede journalisten, die gefascineerd worden door het fenomeen misdaad. Mij heeft het nooit kunnen boeien. Wat vind je daar nou zo interessant aan? Ja, ik behoor niet tot diegene die bijvoorbeeld uitputtend, want er zijn nu heel veel collega's al jarenlang bezig met die hele Holleder geschiedenis. Ja. Daar heb ik zelf minder affiniteit mee. Maar gewoon een klassieke rechtszaak volgen bijvoorbeeld. Ik had laatst een strafzaak waarbij dan de verdachte 's ochtends eerst wordt verhoord. En dan daarna de officier van justitie zijn betoog houdt. En dan 's middags de advocaat aan het woord komt. En dan aan het eind van de dag kun je naar huis gaan en een leuk stuk schrijven. Ik weet niet, het intrigeert mij. De zelfkant van het bestaan is natuurlijk interessant om te leren kennen. Dus, en bovendien, ik ben jurist, dus het is mijn winkel en mij boeit het, ja, ja. Laatste punt. Je hoort regelmatig collega's in het vak zeggen dat we bezig zijn met het schrijven van het laatste hoofdstuk, zo al niet de laatste bladzij, van de gedrukte schrijvende journalistiek. Kranten is een voorbij gepasseerd station. Dode bomen. Dode bomen. Hetzelfde geldt voor lineaire televisie. Daarvan wordt ook gezegd. We zijn bezig aan het laatste decennium. Dan is tv, zoals we die nu tot ons krijgen, is passé. Dan is het alleen betaald tv, video, on demand. Zie jij jou over 15 jaar nog functioneren binnen de NRC op de manier zoals je dat nu doet? Hoe ziet de NRC er dan uit? En hoe zie jij er dan uit? Nee, het is zeker zo dat zeker een jaar of 5 geleden de tendens was van we zijn ten dode opgeschreven en het zal niet lang duren. Dan lezen mensen alleen nog maar weblogs als Geen Stijl en andere internetfora. Maar een krant bestaat dan niet meer. Maar het is zo dat sinds een paar jaar is bijvoorbeeld NRC Handelsblad en ook veel andere schrijvende media zit achter een betaalmuur. En dat was een soort lakmoesproef van zijn mensen überhaupt bereid om te betalen voor informatie die ze tot dan toe gratis van het internet jatten.
En het blijkt dat dat wel zo is. En sinds een jaar of 3, 4 stijgt onze oplage. Dus de digitale abonnementen nemen echt fors toe. Dus wat dat betreft is geen enkele reden om je zorgen te maken. Je ziet een hele goede ontwikkeling. Ondanks het feit dat de reclameinkomsten dalen, is het aantal abonnees gestegen. En het is ook nog eens zo, er zal best een moment komen dat het niet meer rendabel is om bezorgers 's ochtends op pad te sturen met een tas vol kranten om die te gaan bezorgen. Dus ik denk dat misschien over 10 jaar of zo dat die papieren abonnementen verdwijnen. Maar dan heeft iedereen een digitaal abonnement. En dan ja, dat is natuurlijk ook veel goedkoper. De kosten zijn veel minder. Dus ik denk dat die wat dat betreft een krant het wel degelijk kan overleven. En ik zie zelfs, met name bij NRC Handelsblad, dat kwam onder andere doordat we ja, 10 geleden met Next zijn begonnen, heel veel jonge redacteuren zijn die van dat vak houden, daar zeer talentvol in zijn, die iets minder. Dat is wel een verschil met vroeger. Gedreven zijn om op jacht te gaan naar het harde nieuws. Dat is wel minder dan vroeger. Er staat nu een soort voorliefde voor een goede feature. Vinden ze eigenlijk leuker dan een schitterende scoop met een leuk schandaal. Daar ben ik het niet mee eens. Maar het vak leeft nog. En de belangstelling voor serieuze journalistiek bestaat wel degelijk nog. Ja. Er is een betaalmuur. Maar er is ook een deel vrij op internet. Via de online edities te zien. Om te weten wat er in de wereld gebeurt, heb je geen abonnement meer nodig. Als je alleen duiding wil hebben, achtergronden, dan moet je dat hebben. Dat betekent toch dat de betekenis van de journalistiek afneemt. Wij informeren de mensen niet meer over wat er in de wereld gebeurt. Nee, mensen die alleen nu.nl willen lezen en wat voor gratis mogelijkheden er zijn om informatie tot je te nemen, die kunnen daarmee volstaan. Ja, maar het is wat dat betreft, ja, dat mag ik haast niet meer zeggen, maar een soort elitaire bezigheid om serieuze journalistiek te bedrijven. En die door een beperkt deel van de samenleving nog geconsumeerd wordt. Ja, die kranten doen het ook relatief goed. Eigenlijk zeggen de Volkskrant, NRC en Trouw misschien. Dat zijn de kranten waar de minste daling in betaalde oplagen. Ja, volgens mij stijgen die dus nog. Ja, als je de digitale abonnementen. Ja, ja. Dat zie je trouwens in Amerika met de New York Times. New York Times, die neemt enorm het aantal abonnees neemt enorm toe. Ja, digitaal. Ja. En ik heb dat zelf ook. Nu je weet sinds een paar jaar dat het voor een tientje per maand dat je abonnee kunt zijn van de beste krant van de wereld, de New York Times. Ja, dan neem je dat gewoon. Vroeger vond je het leuk als je een krantenkiosk kon vinden, waardoor je dan de zondageditie van de New York Times kon. Ja. En nu kan ik gewoon de hele dag, als ik dat wil, de New York Times lezen. Dus nee, ik denk dat er voor serieus journalistiek wel degelijk, ook al moet je ervoor betalen, nog steeds veel belangstelling is. En dat betekent ook dat dit vak gelukkig blijft bestaan. Ja. Is het gevoel niet anders als je het op je iPad of op het scherm van je computer leest dan de papieren krant waar je inkt aan je vingers krijgt? Is die beleving dezelfde? Tuurlijk, er is niks mooiers dan op een strand liggen met een papieren krant en inderdaad dan je vingers moeten afwassen in de branding. Maar het heeft ook wel iets. Bijvoorbeeld als ik een stuk schrijf waarvoor in de krant maar beperkt plaats is. Jij schrijft een stuk van 800 woorden, maar in de krant kan er maar 300 geplaatst worden. Dan is het wel zo dat als jij je leest die op je iPad en je klikt daarop, dan krijg je toch die 800 woorden te lezen. Ja. Dus het heeft ook heel erg veel voordelen. Ja. Wat is de volgende scoop waar je mee gaat komen? Ja, ik ben het afgelopen jaar heel erg bezig geweest met een integriteitsschandaal bij het Openbaar Ministerie. En daar loopt nu een onderzoek naar van de commissie Fokkens, wat binnenkort hopelijk bekend gaat worden. Daar ben ik voorlopig nog wel even zoet mee. En daarna ga ik voorzichtig denken aan het volgende boek. Ja. En wat, zonder dat je je erop vastlegt, waar gaat dat boek over? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb een aantal ideeën, maar weer een biografie? Nou ja, dat is een van de opties die ik heb. Dus er zijn nu mensen die suggesties doen of zelfs vragen van zou jij dat niet leuk vinden om dat te gaan doen? Maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. Ja. Zoals? Nee, dat hou ik nog even in mijn hoofd. Ja. Je mag toch wel, laat ik zeggen, een beetje sparren. Dat betekent niet echt dat je eraan hou als het niet zou zijn gebeurd. Het sparren doen we straks buiten beeld. Oké, bedankt. Graag gedaan.